Hoi, hallo en welkom op mijn website. Ik vertel hier eigenlijk van alles over fitness, voeding, lifestyle en mijn eigen leven. Vind je het leuk om alle blogs na te lezen? Kijk dan hiernaast en boven voor de onderwerpen en dan kan je eigenlijk alles vinden wat ik tot nu toe heb geschreven. Mocht je ergens een fout in tussen vinden, het zou best kunnen. Ik heb dyslexie. Ik heb daardoor heel lang niet geschreven of was echt uren bezig met één artikel. En het schiet natuurlijk echt niet op. Als je echt blogger wilt worden, dan is het echt de bedoeling dat je veel gaat schrijven en veel gaat publiceren. En ik heb er dus voor gekozen om natuurlijk, ik probeer echt alles goed na te lezen en ik probeer mijn vrienden dingen te laten nalezen. Maar af en toe, ja, dan staan er toch gewoon nog dingetjes tussen. En ik hoop voor jullie begrip daarvoor. En accepteer me alsjeblieft zoals ik ben. Dat doe ik ook bij andere mensen. En dat scheelt al een heleboel. Ik probeer het gewoon zo professioneel mogelijk te houden. Maar aan de andere kant, het gaat ook over hoe ik dingen zie. Zo ben ik nou eenmaal. Alle video's van mij die kun je vinden door hieronder te klikken op YouTube. En dan vind je dus mijn YouTube kanaal. Ik zou het echt super leuk vinden als je je zou willen abonneren daarop. En dan blijf je dus ook op de hoogte van al mijn vlogs, mijn andere video's. En die gaan ook allemaal over fitness, voeding, lifestyle en dingetjes over mijn eigen leven. Dus, nou, heel veel plezier op deze website. En dankjewel voor het kijken en klik hierop alvast. Oh ja, en als je meer wilt weten over mijzelf, dan wordt het videootje een beetje te lang om het allemaal nu te vertellen. En misschien zit niet iedereen daarop te wachten, maar als je echt dingetjes wilt weten over mij, dan klik je op de website op over mij. Of wie ben ik? Ja, dan klik je op de website op wie ben ik. En daar vind je dus alle informatie over mij. En dan vertel ik even in het volgende videootje precies wie ik ben en wat ik allemaal doe. En dat is nogal wat. Dus klik erop als je even tijd hebt. En anders misschien een ander keertje. Of lekker weer verder kijken waar je zin in hebt.